De gemeente Ede heeft veel bos en heide. Bijvoorbeeld in natuurgebied de Ginkel. Helaas gaat het daar niet zo goed met de natuur. Door milieuvervuiling wordt de bodem te zuur. Er komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor het bodemleven. Voedingsstoffen zoals kalk verdwijnen. De bodem raakt uit balans. Dat heeft gevolgen voor de natuur. Zo krijgen vogels te weinig kalk binnen. Kalk is belangrijk voor het leggen van eieren en de opbouw van hun botten. We zien jonge koolmezen die door hun pootjes zakken. Ook de planten en bomen hebben last van de verzuurde bodem. Voor een mooie en gezonde natuur is een gezonde bodem dus erg belangrijk. Daarom gaan we de natuur een handje helpen. Hiervoor gebruiken we schelpkalk van dode schelpenbanken diep in de Noordzee. Dat strooien we met een helikopter als gruis uit over de bossen van de Noord-Ginkel en een deel van de heide. Zo komt er weer meer kalk in de bodem en zorgen we ervoor dat deze minder zuur wordt. De effecten kunnen we op langere termijn blijven zien en meten. Langzaamaan zal de natuur zich herstellen in de Ginkel. Zo zorgen we er samen voor dat volgende generaties ook nog kunnen genieten van de mooie natuurgebieden in de gemeente Ede.